tunnel uit. Klep open. Kuip in. Gras op. Daar zit een van de nieuwelingen, Rick Karsdorp. Teruggehuurd van Roma. Sinisterra. Berghuis. Met rechts. Berghuis, eerste schuiver, halve redding, grote kans. Maar geen goal. Binnen 2 minuten meldt Feyenoord zich voor het eerst. Berghuis, Larsson, dat is goed. Zat jongens voor de goal. Zoals Sinisterra! Het is grotendeels de goal van Steven Berghuis. Maar het afronden van Sinisterra is uitstekend. Dit is killer. Larsson. Beide buitenspelers met een geslaagde actie aan het begin van de tweede helft. Haps. Naar zijn linkerbeen om dan te schuiven. En deze keeper niet zo heel goed met die lage ballen. Geluk en wilskracht houden de bal in Feyenoord bezit. Klein duwtje dan van de jongen die net geel kreeg voor het wegtrappen van de bal. Ah, en hij mag eraf. Nou, daar gaan de handjes. Ja, hij raakt hem wel. Aanwezig. Berghuis, goede bal. Burger net niet en daarna. Cadeau, de 2-0. Davidi Kobouri. En bedankt namens Rotterdam Zuid. 2-0. Berghuis, Narsing. Narsing, Larsson tegen een hand. Toch? Ja, hij geeft hem. Ah, en wacht eventjes. Maar daarna toch op de stip en Feyenoord kan de klus vanavond al gaan klaren. Voorzet Narsing. Larsson kopt tegen de uitgestoken arm. 100% strafschop. Ja! 3-0. Feyenoord loopt weg. Tegen een instortend Tbilisi. Geertruida. Berghuis. Burger. Larsson. Ah, ja. Larsson. Ach, ach. 4-0. Sam Larsson. Ja, de naam. Narsing komt erachter. Ja. Perfect. Feyenoord tankt vertrouwen. Het is klaar in de Kuip. Het fijnste Feyenoord dat Jaap Stam tot nu toe zag.